Om het door wijze te geven, ga ik het vertellen over de Illuminati. De meesten hebben ervan gehoord, maar weinig weten wat dat echt is. De driehoek in hun oog is heel belangrijk voor hun. Dit is een piramide die op de 1 dollar biljet staat. De onderkant is compleet en alleen de top moet komen en erop gezet worden. De voorbereidingen voor Dajjal zijn bijna compleet, alleen Dajjal moet nog komen. En weet dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gezegd heeft, Dajjal is blind aan zijn rechteroog. Dus hij ziet met één oog. Nou, wat is de Illuminati? Het bestaat uit meerdere organisaties. Zij runnen alles en maken alle grote beslissingen. Vergeet de politici. De politici zijn daar om jou het gevoel te geven dat jij een vrije keuze hebt. Ze hebben alles in hun macht, al het land, alle grote bedrijven, rechters, veiligheidsdiensten, al het media, nieuws en informatie, de muziekindustrie, de entertainmentindustrie, de onderwijsindustrie en de porno-industrie. Dit is een overzicht waar ze allemaal uit bestaan. Interessant zijn de geheime organisaties. Op internet zijn er vele documentaires die uitleggen waarvoor elke van deze organisaties staat en wat ze allemaal doen. Er zijn ook andere geheime organisaties die hier niet onder staan, zoals de Bohemian Club en de Bilderbergs. De Bilderbergs bijvoorbeeld bestaan uit 120 machtigste mensen op aarde. Onder andere koningin Beatrix. Zij hebben plannen om bijvoorbeeld 90% van de wereldbevolking uit te roeien. Ze hebben heel veel plannen, allemaal geheim. Dit is een mooie illustratie. Dit is een betere overzicht van de piramide. We zitten duidelijk onderaan. Ik zal een voorbeeld geven hoe ze bepaalde doelen die ze hebben bereiken. Een van hun middelen is de CIA. Dit is een documentaire dat laat zien wat de CIA de laatste 60 jaar gedaan heeft. Hoe de regeringen geplunderd heeft, hoe de regeringen gevormd heeft, hoe ze voor revoluties gezorgd hebben. Ze zijn betrokken geweest in heel veel landen. Van Afrikaanse landen tot Indonesië, van Cuba tot Afghanistan en Iran. Hier zie je dat de meeste van hun families van elkaar zijn. Dit is de 1 dollar biljet. Alles wat erop staat heeft een betekenis voor de Illuminati. Je zou kunnen zeggen, als ze geheim zijn, waarom verspreiden ze dan al deze dingen? Waarom zetten ze dan hun stempel overal? Nou, het zijn mensen die een geloof hebben en zij hebben bepaalde rituelen. Zij krijgen hulp van de djinns en de djinns hebben bepaalde eisen. Zij praktiseren zwarte magie en volgens die magie moeten ze ook bepaalde dingen doen. En een andere reden is dat ze geloven dat het negatieve energie creëert, waardoor ze makkelijker hun plannen uit kunnen voeren. Dit is een belangrijke persoon voor hun, Aleister Crowley. Hij heeft een belangrijke boek geschreven die ze gebruiken. Hij beweert een profeet van de duivel te zijn. De piramide zie je ook terug in heel veel gebouwen. Ik heb hier een paar foto's geplaatst. Dit is een teken van de vrijmetselaren, een geheime organisatie die ongeveer 6 miljoen leden heeft. Ze hebben 33 rangen binnen zich. Deze teken zie je dan ook heel vaak terug als je goed oplet. Hier zie je foto's van de Illuminati driehoek met een oog erin en heel veel gebouwen. Je staat er versteld van hoe vaak je dit allemaal terugziet. Ik heb hier een paar foto's geplaatst. Sommige mensen die doen het onbewust, omdat ze gehersenspoeld zijn. Hoe ze dat gedaan hebben is voornamelijk via de media. Dit is een voorbeeld. Een documentaire waarbij ze laten zien hoe ze tv gebruiken om jou te beïnvloeden. Hoe ze vrees in jou stoppen voor bepaalde dingen. Hoe ze jouw liefdeslevens beïnvloeden en hoe ze jou beïnvloeden andere mensen te behandelen zoals zij willen. En heel veel meer. Dit is ook een goede documentaire. Hier zie je bijvoorbeeld hoe ze jou dwingen bepaalde dingen te kopen. Dingen die je niet eens nodig hebt. Dus massahypnose. Nou, een mens heeft bewustzijn en bijbewustzijn. En zelfs superbijbewustzijn. Bewustzijn is dat we wanneer je iets direct oppikt. Dus ik vertel jou iets en jij gelooft het of niet. Bijbewustzijn is dat wanneer je beïnvloed wordt zonder dat je het in de gaten hebt. Wanneer je een mening krijgt zonder dat je het in de gaten hebt. Door bijvoorbeeld wanneer je naar de tv kijkt en voor een fractie van een seconde zie je iets. Je merkt het niet, maar het heeft jou beïnvloed en jou verandert. En hoe het jou verandert hangt er vanaf wat je ziet. Dus je bijbewustzijn pikt het op. Je hebt ook superbijbewustzijn, dat is nog meer prikkeliger. Die symbolen zie je dan ook vaak terug in de media, beroemdheden, want daar kijken en luisteren heel veel mensen naar. Een andere teken van de dag des oordeels is Dabbatul Ard, en dat is dan waarschijnlijk Ardul Muqaddasa, een beest dat uit de heilige land zal komen. Wanneer Israël over de wereld heerst, dan zal de echte onderdrukking beginnen.
Ik zal de volgorde in het kort geven. Eerst komt dus Ya'juj en Ma'juj. Daarna Dajjal. En tegelijkertijd komt ook Mahdi. Daarna komt Isa a.s. Jezus. En hij zal Dajjal doden. En wanneer Isa a.s. terugkomt, dan zal de voorspelling van Isaiah vervuld worden. En Jezus zal bewijzen dat hij niet de zoon van God is. Dat hij de echte Messia is waarvoor Isaiah gewaarschuwd had. Jezus zal vanuit Jeruzalem heersen volgens de Koran over de hele wereld. En Isa a.s. zal voor 40 jaar leven op aarde. Hij zal trouwen en kinderen krijgen hier op aarde. En daarna doodgaan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat wij salatul janaza zouden bidden. En hem begraven naast de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.